welkom in mijn nieuwe huis. Het ziet er nu natuurlijk uit als een enorm bouwval. Op dit moment is mijn woning van deze wand. Loopt die 7,5 meter lang tot deze wand. Dan komt tegen de verdieping aan. Aan deze kant komt mijn keuken. Je moet een beetje door je oogharen heen kijken, maar dan zie je een droomhuisje. Voor Quinten in elk geval. Hij heeft een klusbudget gekregen waarmee hij een start kan maken. De keuze is een gok, want een klusser is hij niet. Nee, van huis uit heb ik het niet meegekregen. Zelf studeer ik technische geneeskunde. Dus qua techniek heb ik wel enige kennis, maar qua bouwen niet. En dus krijgt hij hulp van kundige familie en vrienden. Het project waar hij aan deelneemt is van Steenvlinder Inc. Die heeft 25 woningen in Leiden beschikbaar gesteld voor mensen die moeilijk een eigen woning kunnen krijgen. En dat Inc. dat gaat erover dat we mensen een klusbudget meegeven, waarbij ze eerst gaan klussen, dan gaan huren en vervolgens mogen kopen. Dus je geeft eigenlijk mensen die nu geen geld hebben, maar wel denken in de toekomst met hard werken bestaan op te bouwen, geef je de mogelijkheid om al klussend hun kluswoning tot hun woning te maken. Ik heb er bewust voor gekozen om nooit te gaan huren en de huur kwijt te zijn aan een huurbaas. Dus dat heeft wel als nadeel dat ik tot op de dag van vandaag nog thuis woon. En dit is natuurlijk een ideaal project om aan je toekomst te werken, te huren. Om je eigen woning te huren en daarmee aan je toekomst te werken. En wat levert het Steenvlinder op? Eigenlijk ongelooflijk veel voldoening. Voldoening dat je iets kunt bijdragen aan de woningnood. Met een uniek concept, met een heel andere manier van denken. Maar met goede bedoelingen kan ook de schoorsteen van Steenvlinder niet roken, toch? Nee hoor, en die houden we gelukkig rokend. Werken nu ongeveer 50 mensen, die houden we rokend door te zorgen dat we op het klusrijp maken, dus het klaarmaken van de gebouwen, ja, daar verdienen we wat op en daar kunnen we salaris van betalen. Er zullen echt wel momenten zijn waarop ik denk, waar ben ik aan begonnen? Maar voor nu heb ik er nog steeds veel zin in na 2 weken en kan ik niet wachten om dit weekend weer te gaan bouwen. Dus komt gewoon goed. Dat weet wordt ik wel mooier. Zeker. Dat wordt het zeker, ja.